Bij het spreekwoord toepasbare regels. Ik ga het vandaag hebben over hoe je gericht kan zoeken naar toepasbare regels die andere bevoegde gezagen hebben aangeleverd om daaruit inspiratie op te doen of misschien zelfs de toepasbare regel zelf te gebruiken. Nou, in eerste instantie gaan we naar de website van Aan de Slag met de Omgevingswet, omdat daar een overzicht staat van alle toepasbare regels die al zijn aangeleverd aan het loket. Dus we gaan gewoon naar de landingspagina, de homepage. En dan kunnen we hier zoeken. En dan zijn er verschillende manieren om daarop te zoeken. Je kan zoeken op beschikbare toepasbare regels. Daar krijg je wat meer resultaten in de zoekopdracht. Maar de titel van dat document, van die Excel, heet Kruismatrix. Er wordt vaak lieflijk genoemd Kruisjesmatrix. Maar de titel van het document zelf is Kruismatrix. Dus als je daarop zoekt, dan vind je hem in de website. Dus we zoeken hier op kruismatrix. Dan krijgen we één resultaat naar de pagina waarop het document staat waar we naar op zoek zijn. Dus daar ga ik meteen eventjes heen. Beschikbare toepasbare regels en behandeldienstinstellingen op oefenomgeving DSO. Nu zien we hier, dat is eigenlijk de eerste link die we tegenkomen in het stukje tekst, het bestand beschikbare toepasbare regels. Ofwel kruismatrix/kruistabel. Die kunnen we hier downloaden. En je kunt de rest, er staat heel veel in dat document. Dus het is misschien aardig om in de eigen tijd even deze hele pagina te lezen. Om te weten wat je daar allemaal kan vinden. Het is een ontzettend waardevol document. Waar heel veel informatie in staat. En we gaan nu naar één specifiek gedeelte daarvan kijken. Maar het is het zeker waard om ook in de eigen tijd even te kijken. Wat voor informatie staat er nog meer in. En op welke manieren kan ik dat gebruiken om zelf wat meer te oefenen. Het document heb ik gedownload, dus ik ga hem nu openen. En dan opent hier een, zoals gezegd, behoorlijk omvangrijke Excel met heel veel informatie en ook een leeswijzer. En voor het doel van vandaag, dus het kijken naar toepasbare regels van andere bevoegde gezagen, ga ik naar het ene laatste tabblad, TR alle overheden, toepasbare regels van alle overheden. En dan zien we hier een behoorlijke lijst met heel veel informatie. En daarin kunnen we een deel van die informatie even laten voor wat het is. Er zijn een paar kolommen waar ik met jullie naar wil kijken, omdat die vooral relevant zijn voor het inzicht krijgen in welke bevoegde gezagen er voor welke activiteiten en welke soorten toepasbare regels op dit moment al iets hebben aangeleverd in het loket. En dan zijn er een paar kolommen die daarvoor relevant zijn. Het kan helpen om in eerste instantie even te kijken naar de BO-laag. Omdat je daarin kan filteren op welk soort bevoegd gezag je naar op zoek bent. Dus als je zelf een gemeente bent, is het natuurlijk interessant om naar de toepasbare regels van een gemeente te kijken. Als je zelf een waterschap bent, is het natuurlijk interessant om naar de toepasbare regels van een waterschap te kijken. Dus hierin zou je als eerste kunnen filteren, waarbij je bijvoorbeeld kijkt, vandaag ben ik geïnteresseerd in de toepasbare regels van gemeenten. Dus daar zet ik nu een filter op. Dan hebben we hier in het geel zijn een aantal kolommen die eigenlijk een soort, op een andere manier de registratie toepasbare regels weergeven en dan specifiek de functionele structuur. Dus je ziet hier activiteiten met gevolgen voor de fysieke leefomgeving. Daaronder activiteiten gereguleerd in het omgevingsplan. En daaronder dan specifiek van gemeente A en Hunze, omdat we daar nu aan het kijken waren. Enzovoorts. Dus aan de hand van die gele kolommen kun je eigenlijk op zoek gaan naar de specifieke activiteit waar je geïnteresseerd in bent om toepasbare regels van andere bevoegde gezagen, of in dit geval andere gemeenten, van op te zoeken. Nu zal het doorgaans het geval zijn dat je op zoek bent naar het laagste niveau, bijvoorbeeld het kappen van een boom, het maken of veranderen van een uitrit. En die zitten meestal in die N4, N5 en N6. Het gaat gewoon om verschillende niveaus. Maar dat zal wel een beetje afhankelijk zijn van naar welke activiteit je op zoek bent, omdat soms de laatste activiteit gewoon wat eerder in de structuur zit. Dus soms is het meest gedetailleerde niveau zit op niveau 4 en soms op niveau 6. Dus dat ligt er een beetje aan. Dus het kan goed zijn om ze even allemaal te bekijken. Dus als ik hier op zoek ga naar bijvoorbeeld boom of kappen, dan zie ik hier wel eentje
naar voren komen. Dus als ik daarop ga filteren, kan ik even bekijken wat ik daar zie. En dan zien we inderdaad dat ik hier een aantal activiteiten, een aantal toepasbare regels zie die deze gemeente hebben staan in de registratie toepasbare regels. Dan kan ik hier naar rechts gaan en dan zie ik hier niet zoveel terug. We zien hier de verschillende soorten toepasbare regels die er in de functionele structuur kunnen staan. Dus we zien hier conclusie voor de vergunningcheck, hier vergunning voor het aanvraagformulier, hier een informatieformulier, hier melding en hier maatregelen op maat. En dit is allemaal vrij leeg. Dus hier staat of niks of hier staat een kruisje en dat betekent dat er hiervoor niks is aangeleverd. Dat betekent dat we even teruggaan naar de selectie van de activiteiten. En naar het volgende niveau gaan en kijken of we daar misschien wel wat meer vinden. Nou, hier zien we inderdaad twee varianten van de benaming van kappen. En als ik daarop ga selecteren, zie ik een hele grote lijst met heel veel toepasbare regels. Als ik dan weer naar rechts ga, dan zien we daar wat meer staan. Dus hier bij conclusie, vergunning, informatie, melding en maatregel zien we met name bij conclusie en vergunning dat daar al iets meer is ingevuld. En waar kijken we nu naar? Op het moment dat er niets staat, betekent dat dat er eigenlijk nog geen regelbeheerobject klaar staat in de functionele structuur. Dus dat daar nog niks aangehangen kan worden. Op het moment dat er een kruisje staat, betekent er dat er wel een plek is om een toepasbare regel aan te hangen. Maar dat die toepasbare regel daar nog niet is aangehangen. En op het moment dat er een getal staat, dus het getal waar we hier naar kijken, dat is het STTR-ID. En dat betekent dus dat daar inderdaad een toepasbare regel is aangeleverd door het bevoegde gezag voor deze activiteit, voor deze variant van de toepasbare regels. Dus we zien hier dat er voor de vergunningen voor alle bevoegde gezagen al iets is aangeleverd. Maar op dit moment zijn we waarschijnlijk met name geïnteresseerd in de vergunningcheck. Dus daarvoor ga ik hier selecteren op alle rijen waarin een getal staat, omdat ik daarvoor weet dat er dus een toepasbare regel is aangeleverd voor de vergunningcheck. Dus op dit moment zien we eigenlijk hier een lijstje van toepasbare regels die we kunnen gaan opzoeken in het loket. We zien hier nog een paar testgemeentes, die kunnen we overslaan. Maar we zien hier dat we bijvoorbeeld voor gemeente Alblasserdam kunnen gaan kijken naar de toepasbare regel die daar is aangeleverd. Dus dat gaan we meteen doen. Dan gaan we naar de pre-omgeving, naar de vergunningcheck. Doe de vergunningcheck en dan gaan we op zoek naar een adres in Alblasserdam. Volgende. En we waren natuurlijk geïnteresseerd in kappen. Volgende. Nou, we houden het even bij deze werkzaamheid, alleen boomkappen. Ja, dat zijn al mijn werkzaamheden. En dan zien we hier dus dat inderdaad er een vragenlijst klaar staat. Dat gemeente Alblasserdam hier een toepasbare regel heeft aangeleverd met deze vragen. Aan de hand waarvan we dus inspiratie kunnen opdoen voor onze eigen toepasbare regel en onze eigen vragen. Op het moment dat je denkt, nou, deze toepasbare regel, daar zie ik wel wat in. Daar wil ik misschien wel iets mee. Je kan hem hier natuurlijk ervaren, dus aan de hand van antwoord geven. Kun je kijken hoe die werkt en uiteraard de vragen bekijken om te zien wat vind ik van deze vragen. Is dat een beetje in de bewoording? Zijn dat de vragen die ik ook wil stellen? Is dat een bewoording die ik goed vind? En op het moment dat je denkt, nou, daar wil ik wel iets mee, is het natuurlijk fijn als je die toepasbare regel ook kan vinden in de registratie toepasbare regels. Dus daarvoor gaan we ook even naar de registratie. Ja? Of niet dat ik inbreek? Zie je de handjes of niet? Nee, ik zie op het moment dat ik presenteer zie ik helemaal niets. Dus er is een vraag van José. Mag zij inbreken of liever later? Ja hoor, geen probleem. Breek maar in. Ja.
Ja, ik weet niet of ik hier nou van schrik of niet. Maar laat ik het zo zeggen, wij zijn bezig met toepasbare regels. En ik heb zelf ben ik eigenlijk, had ik zo van, nou, zet het er maar in en we gaan spelen. En dan kijk je in de pre-omgeving hoe zo'n vergunningcheck of zo'n aanvraag eruit ziet. Dus Het is een beetje om nou te zeggen, een speelgebied. Maar nu zie ik ook dus dat andere gemeentes daarnaar kunnen kijken. Dus is er niet een bepaalde disclaimer, dus dat wat er staat, dat het allemaal echt puur in testfase nog is. Want wij als gemeente gebruiken het om de stappen die we nemen alvast te visualiseren. En niet te wachten tot de vragenboom helemaal goed is. En dan pas in die STTR of in die registratie te zetten, waardoor het in de pre-omgeving komt. Dus ja. Het is een soort van disclaimer dat wat er staat, dat het misschien nog wel gewoon puur probeersels zijn. Nou, ik denk dat, laat ik in ieder geval zeggen dat ik denk dat het goed is om vooral heel veel uit te proberen en te spelen, ook in de pre-omgeving. Ik denk dat het ook de reden is waarom ik ook een aparte pre-omgeving heb, waarbij je dus wel de mogelijkheid hebt om te ervaren hoe bepaalde dingen werken. Dus blijf dat vooral doen. Denk ik dat iedereen dat wel doet. Dus hier kan verder niemand anders bij. Er kunnen hier geen burgers bij. Dus het is ook zeker niet het idee dat op het moment dat je dit erin zet, dat andere bevoegde gezagen denken, nou, dit is diens perfecte toepasbare regel en daar houd ik dat bevoegd gezag aan of zo. Het gaat er meer om inspiratie op te doen. En ik denk hier dat, kijk, op het moment dat je naar deze specifieke toepasbare regel kijkt en je ziet hier groep 1 staan, dat je daar dan ook denkt, nou, misschien wil ik daar een andere naam voor de vragengroep van maken. Maar het kan wel zijn dat er misschien vragen zijn waarvan je denkt, hey, daar liepen wij tegenaan bij dat onderwerp en dit is eigenlijk wel een charmante manier om dat op te lossen. Dus ik denk niet dat je daarmee jezelf vastlegt. Of dat het idee is dat een ander bevoegd gezag je dan denkt, ja, maar jij hebt het zo gedaan en nu heb je het weer veranderd. Het gaat er meer om, dit is natuurlijk het moment om te oefenen. We proberen iedereen aan te moedigen om te oefenen. We moeten denk ik vooral niet denken dat er al het ei van Columbus al is uitgevonden. In die zin dat alles wat hierop staat perfect moet zijn. Het gaat er meer om dat op het moment dat je ergens tegenaan loopt of misschien weinig mankracht hebt, omdat de rest van de activiteiten gaat ook door, dat het wel prettig is om te zien op welke manier bevoegde gezagen verder zelf aan het oefenen zijn. Om op die manier inspiratie op te doen en zoveel mogelijk ervoor te waken dat bevoegde gezagen niet zelf allemaal het wiel uitvinden. Oké, dankjewel. Oké, zijn er verder nog vragen die ik niet kan zien, want ik zie dus geen handjes. Benadrukt dat het een oefenomgeving is, hè? Ja, dit is echt. Dat zijn we aan het doen. Ja, zeker. Zeker. Terug naar het verhaal. Stel nou, er is een toepasbare regel waar je denkt, nou, dat vind ik een aardige manier om ermee om te gaan. En daar wil ik misschien een deel van overnemen. Kun je naar de registratie toepasbare regels. En kun je daar ook deze specifieke toepasbare regel gaan opzoeken. En daarvoor kies je hier het bestuursorgaan waarvan je de toepasbare regel wel charmant vindt. En kies je natuurlijk de activiteit van de toepasbare regel waar we naar op zoek zijn. En dan zien we hier onder de conclusie, want we keken natuurlijk naar de vergunningcheck, zien we hier onder de conclusie de toepasbare regel waar we net in het loket naar keken. Dus die kunnen we hier ook in de registratie toepasbare regels bekijken. Hier herkennen we de vragen ook in deze viewer die we in het loket zagen. En het is een beetje afhankelijk van de softwareleverancier. Dus mocht je hier iets zien wat je wil gebruiken, vraag vooral bij je softwareleverancier wat de mogelijkheden daar zijn. Of je het direct kan importeren of dat je het hier kunt downloaden en kan uploaden in je software. Of dat je het gewoon aan de hand van de vragen die hier staan zelf in de software zet. Dus er zijn technisch gezien verschillende dingen mogelijk en een beetje afhankelijk van de softwareleverancier wat er voor jou specifiek mogelijk is. Dus mocht je die interesse hebben, vraag dat vooral na. En dan kun je hier eventueel het document zelf, het bestand zelf, het STTR-bestand zelf downloaden en openen. Oké, ik hoor geen vragen. Ik zie geen handjes, dus kom vooral verbaal in de lucht. Nou,
Ik heb even een vraag over de kruismatrix. Ja. Je liet net die x's zien. En zijn dat de kapstokjes waar wel eens vaak over wordt gesproken, waar dan iets aan opgehangen kan, ja. CQ moet worden? En als ik dan bij zeg maar kolom S dan allemaal x's selecteer, dan zijn het dus eigenlijk de dingen die je in ieder geval nog moet aanpakken als gemeente, omdat er gewoon niks voor is. Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Dit is een afdruk van wat er nu in de registratie toepasbare regels staat. Maar dat is niet per se, ik zou niet mijn hand in het vuur durven te steken of dat dan ook de lijst is waarvoor je iets mee moet. Daar zou ik niet op die manier achter gaan. Dit is gewoon alleen een uitdraai van de huidige situatie in de registratie toepasbare regels van de pre-omgeving. Oké, dankjewel. Oké. Had ik ook nog een vraag, Carlijn? Mag dat? Ja, zeker. Ja, dat is een beetje voortbeduren op de vraag van José van net. Even een checkvraag. Ik denk dat een gezag of wie dan ook niet kan zien aan de hand van gepubliceerde toepasbare regels of het spielerij is of een technisch even in elkaar geknutseld of een echte die gewoon goed in elkaar steekt. Dus weet je het oordeel of wat is de waarde van een toepasbare regel? Hè? Hoe heeft het gezag of de uitvoeringsorganisatie het opgesteld? Mm-hmm. Dat is niet direct af te lezen. Klopt mijn stelling? Weet ik niet. Ik denk dat je op zich wel, ook al heb je weinig ervaring met toepasbare regels zelf maken, dat je er toch wel een gevoel bij kan krijgen. Dat kan ik wellicht wat meer illustreren. Kijk, hier zien we dat er behoorlijke, aardige volzinnen zijn geformuleerd met toelichtingen. En dat dan bijvoorbeeld de vragengroep nog niet per se de perfecte naam heeft. Dus daarin kun je wel al zien dat er wel behoorlijk serieuze aandacht aan is besteed, denk ik. Als er ook toelichtingen worden beschreven. Alleen dat het misschien nog verder aangescherpt zou kunnen worden. Hoewel het ook wel een beetje aan de softwareleverancier ligt, omdat de naamgeving van vragengroepen, dat wisselt behoorlijk per softwareleverancier. Als we even kijken naar een andere, laten we er gewoon een paar langs gaan. Dat wilde ik sowieso nog doen, omdat het aardig is voor de beeldvorming. Dus dan kiezen we een andere gemeente uit de lijst. En dan bijvoorbeeld Almere. Kijk, en dan zien we hier dat er een behoorlijk korte vragenlijst is met één vraag. Die alleen iets vraagt over monumenten. Nu hebben we natuurlijk geen inzicht in de specifieke regels van... Of ik heb niet bekeken wat de specifieke regels zijn van overkappen bij Almere. Maar je kan je hierbij misschien afvragen, misschien is er... het lijkt erop alsof hier een behoorlijke keuze is geweest in of we zijn alleen maar aan het spelen of onze regels zijn zo sumier dat dit het enkel is. Maar je ziet hier wel een heel ander beeld ontstaan dan bij die van Alblasserdam zojuist. Als we verder kijken naar Amersfoort. Dat is ook wel een aardige. Amersfoort is al behoorlijk ervaren met het maken van toepasbare regels. En dat zie je ook wel aan de toepasbare regel. Die is behoorlijk uitgebreid. Er zijn verschillende vragengroepen met duidelijk een intentionele naam. Met ook toelichtingen. En als we verder kijken, zien we daar ook behoorlijk veel staan. En nu weet ik dat er... Even kijken. Behoorlijk veel al is toegevoegd ook. Dus je ziet wel al een behoorlijke diversiteit ontstaan aan toepasbare regels en wat daarin staat. Dat is de tijd weer veranderd, maar er was een afbeelding die duidelijk, denk ik, aangaf dat het een nog deels spelen was. Maar ik kan hem even niet meer vinden. Kijk, hier zie je bijvoorbeeld, hier komt een afbeelding. Dus dan zie je, het is nog niet klaar. Maar het is wel behoorlijk concreet van, we hebben wel plannen met hoe het er uiteindelijk uit komt te zien. Dus ik denk wel dat ook al, en er zijn er ook voorbeelden waarbij
duidelijk is dat het echt nog, waarbij de vragen niet eens gaan over het onderwerp van de activiteit. Dus de vragen gaan niet eens over kappen en dan zie je duidelijk, dit is even oefenen met het maken van toepasbare regels, met het aanleveren, met het invullen van een beslistabel. Dus ik denk wel dat je er wel een gevoel bij kan krijgen. En uiteindelijk kun je natuurlijk altijd contact opnemen met het bevoegd gezag zelf om te vragen, hey, wij zien hier behoorlijk veel huil in. Is dit inderdaad al een behoorlijk definitieve versie? Omdat ik denk dat het ook heel erg waardevol is om daadwerkelijk het gesprek met elkaar aan te gaan. Dus dat kun je ook natuurlijk altijd doen. Is dat ja, een beetje helder. Context op je vraag? Ja, ik denk het wel. Het staat ook gewoon vooral zelf in, zeg je volgens mij, van joh, er staat eigenlijk al best wel heel... Ja, heel goed gebruik maken van groepen en het is best aardig. Dus dit is wel een gemeente die gewoon serieus bezig is met dit onderwerp. Ja. Nu dit scherm, hè, als je ietsjes omhoog zou willen gaan, dan zie ik twee groepnamen staan. Bevoegdheid buiten Boudecom WNB. Ik weet eerlijk, ja, ik weet niet eens wat WNB is. Maar dan vergunningplichtige bomen OBV Floa. Ik denk van nou, en je zit in een vergunningscheck. Hè, dus dit is voor iedereen, voor iedereen moet dit snapbaar zijn. Dat komt bij mij, zou bij mij de vraag op kunnen roepen. Vindt hier inhoudelijk een soort gebruikerscheck op? Behalve dat een gemeente Amersfoort in dit specifieke geval dit misschien zelf zou moeten doen. Met andere woorden, vindt er iets van een inhoudelijke check plaats van joh, wat gebruik je nou van klantvriendelijke woorden? Bebouwde.com WNB. Zeg maar helemaal niks namelijk. Wat bedoel je een check? Wat bedoel je een automatiseerde check? Ik kan hem wel beantwoorden, Carlijne. Ik ben Nicole Lierking, gemeente Amersfoort. Hoi Nicole. Ja, hoi. Die namen van die groepen, die moeten we nog aanpassen. Dat is inderdaad absoluut niet klantvriendelijk, maar dat is meer voor onszelf geweest. We hebben de vraagboom al redelijk ver af. Hij moet nog wel wat bijgeschaafd, maar hij is redelijk ver af. En wij gaan inderdaad een inhoudelijke check doen. We gaan een klantpanel instellen, wat alle vragenbomen die we tot nu toe hebben gemaakt gaat checken. Oh, ik zal even mijn beeld aandoen, sorry. Dus er vindt inderdaad een inhoudelijke check plaats nog. En we hebben dat klantpanel en we hebben een afdeling communicatie die nog mee gaat kijken. Die ook alles nog een keer checkt. En schat jij in, Nicole? Wij kennen elkaar, hè? Dus schat jij in, Nicole, dat die bevoegdheden buiten Boudecom WNB, dat daar nog wat aan gesleuteld wordt? Communicatie, omwille van helderheid communiceren naar buiten toe? Ja. Dit was in eerste instantie hebben we deze titels opgenomen voor onszelf. En wij wisten eigenlijk niet hoe dat zichtbaar zou worden in de omgeving. Precies. En nu blijkt dus dat je gewoon letterlijk ziet staan wat je daar invult als bevoegd gezag. Dus we moeten dat gewoon nog aanpassen. Dat iedereen snapt waar die vraaggroep over gaat. Ja. En dat is gelukkig, hè, dat, wat mij betreft een fijn antwoord. Maar dat is misschien ook een vraag aan Carlijne. Vindt er op een of andere manier nog... even los van dat de gemeente Amersfoort naar Nicole dat zelf moet laten beoordelen in haar organisatie. Vinden er nog andere mechanismen plaats die daar ook op een geautomatiseerde manier een check op loslaten? Is het klantvriendelijk genoeg? Is het B1? Kun je daar nog wat mee in het kader van toepasbare regels? Nou kijk, uiteindelijk is het de bevoegde gezagen zelf die de toepasbare regels aanleveren en ook de inhoud daarvan bepalen. Dus het is de bedoeling dat de bevoegde gezagen zelf daar ook in besluiten van nou, dat willen wij op deze manier aanleveren. Er is op dit moment geen geautomatiseerde check van wat klantvriendelijk is en ook geen landelijke panel ingeregeld. Het wordt wel heel erg geadviseerd, wat Nicole ook beschrijft, om wat je in de... Nou ja, tussen de muren van de projectgroep die de toepasbare regels maakt, bedenkt als klantvriendelijk, burgervriendelijk, dat je dat ook inderdaad toetst. En dat kun je op heel veel verschillende manieren doen. Dat kun je doen bij collega's die of juist wel bekend zijn met de regels of juist niet bekend zijn met de regels. Nu met corona is dat een beetje lastig, maar er is ook wel gesproken over bijvoorbeeld de vragen beschikbaar stellen in... het gemeentehuis, om even te vragen als iemand langskomt, hey, wilt u hier even naar kijken? En er zijn ook gemeenten die dat nu concreet vragen van, hey, wij willen graag een burgerpanel om onze toepasbare regels te toetsen. Maar het is wel aan de bevoegde gezag zelf om die ervaring op te doen van wat werkt nou wel en wat werkt nou niet. Omdat zij zelf de toepasbare regels aanleveren.
Zit er in de mechanismen van STTR, toepasbare regels, klare taal, B1 taalniveau, zitten er in de huidige standaarden die we hebben opgetuigd voor toepasbare regels, zitten daar faciliteiten in om daar op een geautomatiseerde manier iets mee te kunnen? Of is dat hoopvol denken van mij, maar dat kan gewoon technisch niet? Op dit moment, ik weet niet of het technisch mogelijk is. Ik denk het in bepaalde mate. Nou ja, goed. Op dit moment is dat niet het geval. En het staat bij mijn weten ook niet in de planning. Kijk ik ook even de DSO-collega's aan. Om vooral bij te vallen als zij dat nodig achten. Mm-hmm. Maar dat is, kijk, taal is iets heel erg complex. En zeker gegeven de specifieke bewoordingen die we zien binnen de omgevingswetten en ook de variatie die daarin is. Dus om daar op een eenduidige manier van te zeggen van nou, dit is wel goed taalgebruik en dit is geen goed taalgebruik, is een enorme opgave om dat te digitaliseren. Er zijn wel wat manieren om dat te digitaliseren, maar die schrapen meer de oppervlakte af dan dat je echt kan zeggen, deze zin is perfect B1 in deze context. Omdat je ook ziet dat bepaalde bevoegde gezagen hetzelfde woord op een andere manier gebruiken. En dat is dus ook een van de redenen waarom er heel erg wordt aangeraden om interbestuurlijk af te stemmen. Omdat je op het moment dat je de toepasbare regels van de verschillende bevoegde gezagen tegelijkertijd op het scherm ziet. En er in de ene toepasbare regel een term wordt gebruikt die net iets anders betekent dan in de andere toepasbare regel. Dat het best lastig kan zijn voor een initiatiefnemer. Maar dat is ook een illustratie van waarom dat heel moeilijk is om te digitaliseren. Van dit is perfect taalgebruik en dit niet. Dus in mijn verwachting is dat niet op korte termijn te implementeren in een algemene check die voor alle toepasbare regels geldt. En is het meest efficiënt om dat zelf te toetsen aan de hand van wat je hebt opgeschreven en af te stemmen met de bevoegde gezagen met wie je een beheergebied deelt. Ja, helder.